Ik hoor van mijn fans dat ik moet afvallen, dus... Tas! Ja, nou ja, ik vind het niet erg. Oké. Okay. Ik was gewoon blij met mijn body, want ik hou wel een beetje van vet. The FunX Music Awards. De dame die nu beelden is, neemt altijd good vibes mee. Ze is maar liefst 5 keer genomineerd voor de FunX Music Award. Drop hit na hit. Hey! Als ik binnenkom, beter ga je super dom. What? Super dom. Ik geef dat voor Numeria. Yes, yes, yes. Ja, man, lekker bezig. Gefeliciteerd, man. Thank you. Je maakt kans op 5 awards. Ja, lijp, hè? Dan hoor je dat nieuws en we hebben de video gezien, weet je, dat je wordt verrast. Maar wat gaat er van binnen? Doe je van, hey, I'm fucking doing this, man. Ja, ik had echt zoiets van, niet 5 keer. Nee, wel. Ik was helemaal overwhelmed van alles, want ik was ook bezig met andere opnames. Ja. Dus ik was helemaal in shock, maar ik ben zo blij. Thank you so much. Ik ben echt happy. Ja man, het is je gegund man. Je werkt keihard ervoor en it's a movement. Je gaat op 16 september tijdens de FunX Music Awards ook optreden. Naar welke performance keek je vroeger op? Weet je, wie zijn jouw voorbeelden? Heb je dan mensen dat je denkt van, hey, ja man, genoeg. Mijn favoriete concert was vooral van Super Bowl, Michael Jackson. Zo, dat vond ik wel echt dik. Ja. En van vrouwelijke artiesten is het toch wel Lady Gaga, Beyoncé en Shakira. Ja. Die zijn alle drie heel verschillend. Ja. Maar ja, ze komen altijd met de gekste dingen. Dope. Dat is zo vet. Ja. Ja, want je kiest gelijk mensen die qua vocaal heel sterk zijn, maar ook qua performance. En er zijn dingen die jij ook zeg maar uitdraagt, weet je wel? You popping and making moves. Weet je, mensen, hey, check the media, got moves. Hey, je hebt tak, 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 tak. Dat is ook, yes. We gaan even mensen meenemen in de tijd. We gaan even starten van de bottom doen, want je weet toch, van de bodem naar de top. Started from the bottom, now we're here. Quiz. Wat wilde je vroeger worden? Artiest, zangeres. Wie is jouw nummer 1 supporter sinds day one? Mijn moeder en mijn vader. Wat was de mooiste dag uit je leven? Wow. Bah. Ik denk toen ik hoorde dat ik door was naar de finale van The Voice Kids. Oké. Dat was wel echt zo'n ding, weet je toch? Welke track van jezelf vind je het hardst? Als iemand nu naar je toe komt en zegt, hé, wat is jouw pokoe? Dat je zegt, hé. Tout est bon. Yes. Naar welke artiesten luister je toen je jong was? Behalve Michael Jackson en Shakira en die yes, Alicia ja. Keys. Alicia Keys. Die was ook nice, hoor. Ja. I keep on falling in. Je wilt ook piano spelen, gelijk. Wat heb je gestudeerd? Veiligheid en Defensie. Oké, shit. Ik voel me gelijk veilig, man. Ja. We zijn het beschermd. Hey. Welke instrument heb je vroeger bespeeld? Instrumenten. Ik weet blokfluit, klarinet, saxofoon, gitaar en piano. Oh shit, je maakt geen grap hoor. One woman, band woman. Ja, ik moest. Je hebt geen band nodig. Dames en heren, Numeria en Numeria. Alle instrumenten zelf. Qua sport, wat voor sport deed je vroeger? Ik danste op hoog niveau en ik hield echt veel van kickboksen. Oh shit, so you can kick ass too. Als mensen de bureau bieden. Ik moet gevaarlijk blijven. Hey, pop, direct trekken. Wat is het allerleukste aan opgroeien in Venlo? Wauw, carnaval. Carnaval, ja? Tuurlijk. Gezellig? Ja. Nu minder, nu geen, weet je, met die corona. Ja, met corona is moeilijk, maar ik carnaval en multiculturele samenleving vooral. Daar is alles door elkaar. Dat is gewoon die pull-up, let's go. Ja, man. Lekker bezig, man, lekker bezig. En sport, dansen, kickboksen, doe je nog zo? Want ik zie af en toe op Instagram wel een paar kickbox moves, zeg maar. Ja. Maar wist ik hem, ga je een wedstrijd doen of zo? Nee, totaal niet, nee. Ik hoor van mijn fans dat ik moet afvallen, dus... Tas! Ja, nou ja, ik vind het niet erg, maar ik was gewoon blij met mijn body, want ik hou wel een beetje van vet. Ja. Maar ja, als mijn fans dat willen, dan doe ik dat voor hun, weet je, I love them. Ja. Dat zijn de mensen die mij laten groeien, dus toen dacht ik, weet je wat, media, ga maar even naar de gym. Ja, dus jouw fans gingen jouw berichten sturen, maar je moet trainen. En ik kreeg ook gewoon aanbod van, yo, ik wil je best wel trainen, dit, maar toen dacht ik, oké. En ook van die fat freeze, je weet ook van, ik wil best wel je vet bevriezen, hoor. Toen dacht ik, oh shit, nou bedankt. Ja. Dankjewel. Ja. Jij krijgt gewoon van je fans, ik kreeg gewoon een bericht van mijn moeder. Moeder zegt, Fernando, ja, is iets met jou aan de hand. Mijn moeder schelt me gewoon uit, die zegt, way, je lijkt echt op cool. Mijn moeder is, ik ga het gelijk next level. Oh mijn god. Ja, we gaan zo meteen nog verder babbelen, maar we kunnen echt uren praten, jongen. Wij moeten gewoon een speciale show in elkaar zetten. Eerlijk? Ja.
Ja, ja, vind ik leuk. Gaan we praten, gaan we praten. Numidia is in de beeld. Als je vragen hebt, laat de vragen doorkomen via de app. Postduif, het maakt niet uit. Het is in de beeld. The FunX Music Awards.